gaan we ons onderdompelen in al het moois op deze beurs. Het is een touch-up, geen overbodige luxe. Ja, dat ga ik natuurlijk even doen bij je. Ja, je ziet er wel echt top uit, maar iedereen ziet er Jij ook, ze zijn allemaal mooi. Het is niet normaal. De stands, de jurken, echt alles is perfect. Ik draag een Addy van de Krommenakker. Zo, doe maar. En jij? Nou, ik ben bij Opaque geweest. Op Massive Luxury is primeur het keyword. Hoeveel denk jij er te kunnen spotten? Ik denk dat het er echt heel veel zijn. Zeker wel 50. Ik denk meer. Maar zullen we dan even wie er het meest... De meeste primeurs eigenlijk. Ja. Durf je het aan met mij? 100%. Ik weet nu al dat ik ga winnen, maar jij regelt de champagne dan, hè? Als ja, ik win. Tuurlijk, maar het gaat dan ook andersom. Ja? Okay. Deal zo? Zullen we het doen? Ja. Oké. Okay. Zie je straks. Voor autoliefhebbers is Masters of Luxury in Valhalla. Ik heb gehoord dat er minstens 75 merken vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk proberen ze elkaar allemaal af te troeven met de mooiste primeurs. En ik ben heel benieuwd wat Jaguar Land Rover voor ons vandaag in petto heeft. Ja, Connie Witteman is dus vandaag ook op de beurs aanwezig. Maar je zou dan denken dat het gaat om een beautyproduct of zo. Maar dat is dus niet waar. Connie is in de autohandel gestapt. Connie's Creative Car Concept. Een luxe, gepimpte bureau. En drie keer raden waar ik nu in zit. Prima bakkie hoor. Wat ik zo leuk vind aan Masters of Luxury, dat elke stand nog mooier is dan de andere. Zo won Craft ooit de prijs voor mooiste stand. Ik ben heel benieuwd wat ze dit jaar hebben gedaan. Denise, jullie hebben een nieuw project in Oosterbeek. Dat zien we hier ook, hè, deze collectie. Ja, dat is niet de collectie, want we maken voor ieder project eigenlijk iets unieks. Dus het is custom-made voor een klant gemaakt. Hoe kom je nou bij een ontwerp van zoiets? Nou, ik heb inmiddels een designteam van ongeveer 8 mensen. En veel reizen, veel naar onze productie toe in Azië. En daar ga je zitten en dan zie je nieuwe materialen. En dan ga je brainstormen en dan kom je op nieuwe ideeën. En wat inspireert je? Wat mij inspireert is voornamelijk de variatie van de hoeveelheid verschillende materialen die we hebben. Ja, de champagne vloeit hier vanavond natuurlijk rijkelijk, maar ik heb toch eigenlijk wel trek in iets anders. Maar dat kan natuurlijk hier. Kijk eens, prachtige bar. Hey, Kiek, red je het nog? Ik zat op jou te wachten. Ja, even een drankje, even iets anders, hè? Ja, hoe gaat het met jouw primeurs? Nou, best goed. Het zoeken? Ja, ik moet zeggen, best wel heel veel. Ja, en met jou? Nou, ik zeg niks. Dat doe ik straks. Oké, nou is goed. Maar, wat heb je besteld? Ja, nou, ik had voor mezelf alvast wat besteld, want het duurde even voordat jij kwam. Volgens mij kon jij die primeurs helemaal niet vinden. Dus ik was alvast begonnen. Maar als die nou lekker is, dan ben ik wel dan benieuwd naar. Hem ook voor hij jou. Ziet er wel goed uit, moet ik zeggen. Thank you. Ik proef even voor. Ja, in ieder geval een mooi zou bloemetje. Ik doen. Ja, is leuk. Ruikt hij goed? Is het wat? Niet verkeerd. Hij is lekker. Heel lekker. Ja. Maar ik denk, er zit wel heel veel alcohol in. Dus volgens mij is het niet handig om dat op te drinken. Dat ga ik ook niet want doen. Want we moeten nog eventjes. Ja. En we hebben nog wat primeurtjes die we moeten vinden. Ja. Ja, we gaan ook nog want even voor slapen. Voor mij is de game nog niet off. Oh, de niet? Game is voor mij nog steeds on, ja. Oké. Nou ja, geef me dan maar een water. Ja, en als je dan reist, dan doe je dat natuurlijk wel in stijl. Laten ze hier nou perfecte vintage koffers daarvoor hebben. Hij is wel zwaar. Carlijn, ben jij nou stiekem pauze aan het houden? Ja, die voetjes. Oh, kom erbij. Ik weet het, ik weet het. Oh, dit is echt maar, het einde. Oh, jij ligt hier nou. Maar weet jij dat ik hier morgen met Barry Atsma lig? Oh, dat vind ik wel. Dat is wel echt heel leuk. Maar ik vind het met jou gezelliger. Yay! Heel even ontspannen. Dan gaan we weer verder. Okay? Oh.